Tuurlijk kan je kiezen om een Tesla Model Y of een BMW X3. Maar, nu je toch op het salon bent, kan je even goed eens gaan kijken naar de andere alternatieven die daarom zeker niet slechter zijn. We beginnen bij wie het kleine niet eert, die is het grote niet weert. Want deze Microlino is het ideale wapen voor de stad. In essentie ook de reïncarnatie van de BMW Isetta, voor zij die dat kleine BMW'tje nog zouden kennen. 90 km per uur snel en, afhankelijk van de batterij die je hebt gekozen, raak je ook 230 km mee ver. Maar, we kunnen wel al zeggen, het is niet de goedkoopste van het salon. Is dit de koddigste EV van het salon? Het zou zomaar kunnen. Terwijl in essentie deze ID-bus niks anders is dan een opgerekte ID4, maar wel met 10 keer zoveel sympathie. Voorlopig enkel te krijgen als 5-zitter en in 1 aandrijvingsuitvoering, maar er komen er sowieso andere bij. Er komt ook een langere versie met 7 zitplaatsen en er gaan zelfs geruchten dat er een batterij van 111 kilowatt zit aan te komen. En dat is echt wel nodig, want deze bonkige jongen die heeft serieus wat stroom nodig. Het heeft zijn tijd geduurd, maar eindelijk komt Toyota meedoen in de elektrische debatten met hier deze BZ4X. En als je weet dat Toyota meedoet, ja, dan weet je dat het echt om de knikken zal gaan. In essentie doet die BZ4X niks echt uitzonderlijk, maar hij vinkt wel alle vakjes af die in de middenklasse afgevinkt moeten worden. 1 of 2 motoren, 75 kW batterij, 150 kW snelladen. De basics, zeg maar. Het enige wat wij nog missen hier, dat is een extra korting. Want echt goedkoop, nou, dat is die BZ4X toch niet. En dat maakt deze Solterra zo interessant, want technisch de tweelingbroer van de BZ4X, maar is wel 5000 euro goedkoper. En dan plus, je rijdt bij een Subaru en in sommige middens wil dat echt nog wel iets zeggen. Nog een Japaner die er lang over gedaan heeft, de Nissan Ariya. En daardoor dreigt hij eigenlijk een beetje ondergesneeuwd te raken onder al het elektrische geweld van de gevestigde waarden. En dat is eigenlijk onterecht, want ja, met zijn chassis dat hij deelt met de Megane, de motoren die hij heeft, zijn rijbereik, 533 kilometer, ja, dat kan eigenlijk toch wel serieus wat adelbrieven voorleggen. Dus, kom hem zeker ontdekken in 6:30 hier bij Nissan. De auto van het jaar 2022. En oké, dat is een jaar geleden, maar dat wil daarom niet zeggen dat we de Kia EV6 daarom helemaal moeten afschrijven. Integendeel zelfs. Dit is nog altijd een van de beste elektrische middenklassers van vandaag. En ook een van de sportiefste, zeker binnen de Hyundai-Kia-familie. Wat trouwens deze GT en zijn 585 pk uitvoerig bewijzen. Het enige, ja, zijn stijl en die sportiviteit, ja, dat moet je eigenlijk wel liggen. De Hyundai Ioniq 5. In principe technisch gezien identiek aan de Kia EV6, maar ja, iets comfortabeler afgesteld en ook met een iets conventionelere stijl. Die stijl trouwens, tekent door een Belg, hè? Luc Donkerwolkenzaalwerk.